Ik ga niet alle kasten, alle planken laten zien, maar ik laat een beetje de planken zien van ja, waar ik een beetje, waar ik heel blij mee ben. Dit is mijn Diana Cabaldon plank. Hier staan ja, alle Outlander boeken op. Maar ook alle Lord John boeken. En ik kan niet wachten tot boek 9 uitkomt. Ik hoop dit jaar. Ik heb ervoor nog een Funko Pop van Dougal McKenzie staan. Ik wil het liefst de andere Funko Pops ook hebben. Maar schijnbaar zijn die tegenwoordig moeilijk om aan te komen. En ja, ik ben dol op uiltjes. Dus ik heb een uilenmok met mijn dubbele boekenleggers in zitten. Een schutbol. De mok komt bij de kringloop op vandaan, de schutbol. Bij de action. Die zat in een boekenbox. Die heb ik van een vriendin gekregen. AliExpress. En die twee komen ook bij de action vandaan. En het boekje erboven, dat is in Schotland gekocht. Het is met allemaal Schotse, ja, gezegden. Keep calm and, en dan in het Schots, in het Gaelic. En ik vind, ik raad de Engelse boeken van Diana Cabaldon zeker aan, de Outlander serie. Want ja, vanwege het Schots vind ik ze in het Engels net iets leuker dan het Nederlands. En ik heb ze gedeeltelijk bij de Kringloop gekocht, gedeeltelijk bij bij Amazon. En de eerste heb ik toen in Schotland zelf gekocht. En dat was weer een plankje.